Hey jongens, voor de verhuisvlog. Alles loopt een beetje door elkaar. Het is nu de eerste dag van de vakantie. Zo, voor 2 dagen is het kerst. Maar ik ben echt heel verrot vandaag. Maar ik wilde wel even wat doen. Maar ik wil naar de Action om nog van die mandjes bij te halen. Maar ja, het is helemaal niet noodzakelijk of zo. En ik wil naar de IKEA. Omdat ik het onderlaken moet omruilen. Het zijn allemaal dingen die niet moeten. Maar ik weet, ik heb heel wat opstartproblemen. Want ik ben al lang klaar. Ik ga steeds niet weg. Maar ik wil het toch even doen. Of zo. Want na kerst ga ik in principe weg. Dus dan is het wel chill als dat af is. En als mijn bed er ligt en zo. Maar dan moet ik nu eerst langs Muiden om het onderlaak op te halen wat niet goed is. En bla 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 bla. Dus. Dat ga ik doen. Oké, ik heb mijn onderlaak erop gedaan. Ik heb hem niet gewassen. Ik had geen zin om weer een dag te wachten. Dan is hij maar, dan ruikt hij maar niet lekker. Maar het is sowieso niet vies, want het is nieuw. Hij is wel toch helaas iets anders dan ik had gedacht. Hij is 25 euro, is best wel duur. Maar hij is dus elastaan. Wat ik dus wilde, wat erin zit. Maar dit matras is heel dun. Dus hij is echt perfect. Kijk hoeveel er overblijft. Hij is echt perfect voor dikkere matrassen. Maar hier zitten juist eigenlijk best wel losjes omheen. Dus ik denk dat ik alsnog rimpels krijg. Kreukels. Maar ik laat het nu maar zo. Hey, ik was even vergeten hoeveel werk het is om een 2-persoonsbed op te maken. Ah, dat is lekker. Ik heb nog geen kussens. Die moet ik even uit wees benemen. En ik moet trouwens ook nog mijn gordijnen meenemen. Want die zijn niet goed. Oh. Lekker wit bed. Dat je echt denkt, weet je hoeveel dat gekost heeft, hè? Dat is toch niet normaal? 40 euro voor dit laken. Hoeslaken. Nee, dit heet een hoeslaken. Ik noem dit dus een onderlaken, maar zo heet het dus niet. Ik weet het niet meer. 25 euro binnenkant. 60 euro buitenkant. 40 euro. Echt idioot. Maar goed. Het licht. Het staat wel echt lekker fris. Verder had ik een half uur in de rij gestaan om dit te halen. Want die 2 planken hebben wij dus in de berging gezet. Die horen dus in deze kast. Dus die heb ik gelukkig gevonden. Die ga ik er nu in doen. Maar ik wist niet waar deze dingen lagen. Dus deze heb ik nu. Dus dan kunnen er nog 2 planken in de kast, wat ik zei. En die roede die naar beneden was gevallen. Daarvoor heb ik even ook 2 nieuwe gehaald. Omdat die ene is een beetje lam. Dus ik zei meteen, doe er maar 2. Ik ging trouwens voor dat bedden, onderlaken, hoeslaken, ging ik helemaal mijn auto eerst aan de kant zetten. Toen ik op weg was, toen ik nog zeg maar de afslag Muiden kon nemen, dacht ik ga even bellen of ik dat hoeslaken mag omruilen zonder bon. Want dan ga ik langs Muiden rijden en anders niet. Ik moest verder lang in de wacht. Had ik eindelijk iemand aan de lijn, was ze echt super aardig hoor. Zegt ze ja, je kunt hem gewoon omruilen. Zij zei, heb je nog je betaalbewijsje? Ik zeg ja, zegt ze, oh. Nou, dan kun je zelfs je geld terugkrijgen. Ik zei, oh, het hoeft niet eens, maar top. Toen zei ik, ja, ik weet alleen niet meer welke het is. Want ik ben echt iets van 5 keer geweest in 2 weken. Hij zei, oh, maakt niet uit. We kijken gewoon eventjes. En dat hebben we zo gedaan. Oh. Oeps. Nou, dat had ik dus echt niet verwacht dat ze dat zou zeggen. Kom ik daar aan, zegt die vrouw helemaal, nee, dat doen we echt niet. Het kost ons veel te veel werk. Ik zei, oh ja, dat dacht ik al, maar de aardige vrouw aan de lijn zei dat dat geen probleem was. Toen dacht ik echt van, oké, ik ga er nu geen punt van maken. Toen zei ik van, nou, ik zou het wel even dan doorgeven aan de mensen bij de klantenservice. Want ik zei, ik kom van heel ver. Dat is niet zo, maar toch. Ik ging wel serieus dat onderlaken halen met die reden, weet je wel. En het is dat ik hem wilde omruilen, dat het dus geen probleem was. Maar als ik dus mijn geld terug had gewild, had dat dus niet gemogen. Terwijl, ik denk dat sommige mensen best wel ver moeten rijden om naar de IKEA te komen. Dus dan is het best wel vervelend als iemand van dezelfde winkel zegt dat het kan. En dan in de winkel zelf, dat je te horen krijgt dat het niet kan. Dus dat vind ik wel slecht. Het was er even een kritische blik van mij. Maar dat is wel chill, want ik had meteen dat deurtje teruggebracht voor die kasten die ik daar heb, weet je wel. Die ik er toch niet op wilde. En dat was 5 euro, dus met die 20 en die 5 kon ik precies dat grotere onderlaken kopen. Dat was top. Zo. Hier lagen rokjes en die kunnen dan hier.
En ik heb pas hier nog veel meer schoenen. Super. Kijk. Chill. Alleen ik moet nog steeds dit fixen, omdat deze kast dus ooit niet goed in elkaar is gezet. Moet ik dus zo hard duwen om hem dicht te krijgen. Maar daar heb ik echt geen zin in. En ik heb eerlijk gezegd ook geen zin om die nu te wisselen. Maar ik ga denk ik wel doen voor het geval dat hij weer naar beneden valt. Ik had even wat dingen op Insta-story gepost. Want ik had echt geen zin om mezelf aan te doen om dit allemaal te gaan vloggen. En te moeten editen. Maar ik dacht, ik laat het wel even aan jullie zien. Soms ga ik gewoon even over op Insta. Met Black Friday of Cyber Monday besteld. Oh, je vroeg of iemand het kleed wil hebben dus met korting? Ik had hem toen met Black Friday. Oh, huh? Oké, okay, ben ik Louise die hem uitspreekt. Linda, ik heb je nodig. Ik weet niet wat ik hier allemaal mee moet doen. Nou, laat maar. Maar in ieder geval, mijn huis ziet er nu dus niet uit boven. Maar ik dacht, ik moet nu echt stoppen, want anders ken ik mezelf. Dan ga ik echt op midden de nacht door. Riep ze ook al van, kom je nog? Dus, ik ga morgen weer verder. Nou jongens, druk bezig. Het is echt nog zoveel. Niet normaal hoeveel tijd er in deze verhuizing zit. Ruben heeft net de gordijnen weggehaald en weer de oude opgehangen. Want ik had het nieuwe. Deze gaat er allemaal mee. Ik moet nog naar de berging nog steeds. Hij is hier onder het bed alles aan het leeghalen. Daar zijn allemaal nog jassen en zo. Die nog allemaal mee moeten. Wat echt heel veel ruimte inneemt. Nee, je kunt niet uit de doos. Ja, die wilde ik echt gewoon dik in de ceil gooien. Want het gewoon zoveel ruimte inneemt. Het zijn hele mooie jassen. Ja, het zijn hele mooie jassen. Echt niet. Die gaan eigenlijk raak op het uit, hè? Ja, het zijn ook echt goede jassen. Maar het is echt super veel werk. Het is echt heel veel werk. En ook helemaal geen verhuisdozen meer ofzo. Ik weet niet precies waar ze zijn. En straks ga ik hier weg en dan kom ik waarschijnlijk dus ook niet meer terug. Dus het is allemaal een beetje lastig. Ook met de katten natuurlijk. Daar heb ik echt zoveel omlopen huilen al maanden. Maar verder film ik niet echt heel veel, want hi Noah. Ja, er is niet heel veel om te zien. Behalve wat er gaande is. Jongens, echt veel heel raar. We gaan nu samen naar Muiden toe om alles uit te laden. Daar moeten we nog een keer rijden. Maar het voelt wel raar om ze zo achter te laten. Daar snap er echt niks van. En ook raar, het is nu weg daar. Maar ik vind het alsnog niet echt leger of zo. Zo. Jeetje. Nou, dit is dus niet de laatste keer. Dan kom ik straks nog een keer terug. Mijn tv-beugel is er. Mijn muurbeugel. Dat is best wel lastig. Wow, best wel. Want het is iets anders dan ik had gedacht. Maar hopelijk gaat het lukken. We zijn hier aan het nadenken. Hij komt daar. Het is de laatste dag dat je in mijn vlog bent. Toch? Dit gaat niet in de tv, schat. Dit gaat alleen in een andere beugel. Oh. Die vier grote zitten in de tv. Wow, strak. Ik word gewoon knarsen. Ja, dat kan niet. Nee, recht. Nu met het punt naar beneden, schat. Jongens, ik heb ondertussen mijn nieuwe kaarsenstandaard van de Action gezet. Die wilde ik al heel lang. Kijk hoe cool, Ruup. Wil jij ook, hè? Ja. Ik wist het. Action. Het zijn er vier. Dat vind ik heel mooi. Gaaf, hè? Ik dacht dat jij die ook wel leuk vond. Net gekocht bij in Almere. Ik denk dat ik ga vragen dat hij recht is. Ja, maar toen je net recht had, was hij daar dus scheef. Had je net ook zo? Nee, ik had geen idee, maar ik kan Maar dan net stond de tv helemaal scheef, zeg maar echt zo, stond hij net. Ja, dit is wel goed natuurlijk. Ik weet niet wat een beunhaas. Met geen gereedschap. Hoe kan het dat er dan toen niet bijgeleverd is? Ja. Kan het niet met een schroevendraaier? Hoe dan? Moet je hem instoppen? Zit er geen gaatje in? Nee, natuurlijk niet. Dit is gewoon... Waar slaat het op? Sleutel 13 of zo. Weet je zeker dat het er niet bij zit? Ja, dat is gewoon heel raar. Ja, het ging gewoon helemaal niet goed. Terwijl je ziek druk pak op het moment zit er één last tussen. Uiteindelijk hebben ze mijn ding in 3 minuten gedaan. Ik zei het. Ik zeg, ik heb echt geen tijd, weet je wel. Oh, wat is het? Waarom zei je dat? Nou ja, het zei gewoon, ja, maar het is wel fijn. Ga je nu los? Nee. Ik gek. Ja, ik vind het wel vervelend. Ja, ik zit wel lastig nu, want ik zeg, ja, die mensen die wachten nu, die hebben gegeten. Raar? Heel vet zo'n ding in je kamer. Ruben heeft trouwens eten gehad, jongens. Onze laatste keer sushi samen. En, perfect? Perfect. Wow. Perfect. Yay. Eindelijk heb ik weer iets goeds gedaan in het leven. Oeh, wow. Ja, precies. Zo, hé. Hey. Nu het kastje erin, kunnen we even lekker tv kijken. Onze laatste avond. Ja,
Dat is ook mijn bedoeling. Zo zou ik hem maar doen. Lekker. Lekker, lekker. Hij is wel heel dicht, want ziet je hem dan? Nee. Ja, dat is wel perfect gedaan door mij. Zeg maar dankjewel. Ja, zeker dankjewel Ruben. Zeg maar goed gedaan Ruben. Ja, je hebt het heel goed gedaan. Applaus? Ja. Oké, wacht even. Even deze sushi opeten. Allemaal applaus nu jongens. Chill, hè? Prachtig. Veel mooier zonder die onderkant. Ruben net gek, want hij zei, wat moet ik met al die tassen die hier nog staan? Maar hij moet nu dus uit. En ik dacht dus dat we de hele avond nog een beetje gingen, ook hier een beetje het leeg gingen halen nog en zo. Maar hij moest weg. Toen wilde ik naar de berg ging tillen, maar die staat zo vol. Dus toen heb ik weer bij onze onderburen aangebeld, die aardige buren. Toen zei ik, willen jullie deze volle vuilniszakken hebben? Vol met nieuwe spullen en gebruikte spullen. Allemaal kleding, echt met labels, kaarsjes eraan, alles. Kaarsen, fotolijst van alles. Dat had ik dus met Linda geprobeerd om te verkopen. Ik zei, het mag, maar dan moet je alles houden. Ook als je het niet wil. Zij zei, ja, ik heb toch vakantie. Dus zij gaat nu de hele vakantie 3 vuilniszakken uitzoeken. Hele mooie jassen. Gewoon allemaal van de Zara, wat ik nooit gedragen heb. Echt superleuk, maar hun maak je er zo blij mee. En ik heb het ook verteld. Mam, even herrie maken. Ik heb ook verteld dat ik weg ga vanavond. Wacht dan. Maakt niet uit. En ik heb koekjes gekregen uit Ruben ook. Ik film nog maar even wat hier, want jullie gaan natuurlijk nooit echt meer iets van Ruben zien of zo waarschijnlijk. Niet van zijn huis. Op zijn Insta laat hij echt niet heel vaak wat zien. Nou, ik ga dan of zo? Nee, niet. Het mag ik te klaar ben of zo. Oké. Of niet? Doei. Doei. Net afscheid genomen. Ruben gaat nu uit. Dus daarom moet hij nu weg en daarom ga ik nu ook weg. Anders blijf ik hier hangen. Doei Noah. Nou jongens, ik rijd nu weg. Als je ons afscheid ziet nemen, denk je, zou je waarschijnlijk echt denken van waarom nemen jullie afscheid? Mensen zeggen ook van, weet je wel, ik snap niet dat jullie uit elkaar gaan en zo, je bent nog gek op elkaar. Maar soms gaat het gewoon niet. Dat heb ik ook even kort uitgelegd in die video. Maar ik merk wel dat huilen wel helpt. En dan zag ik weer de katten, ik ben echt alleen maar aan het janken. Het werkt wel, want ik merk door niet te huilen krijg ik echt verschrikkelijke koppijn. Ik voel me echt al 2 dagen gewoon een soort levenloos. Zo zwaar dit. Ik denk dat dit het zwaarste is wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Dan heb ik best weinig meegemaakt, denk je dan misschien. Maar dit is zo zwaar na 6 jaar. Meer dan 6 jaar zelfs. Voor ons allebei, weet je wel. Ik vind het ook lastig. Ik ben ook bang dat mensen denken van dat ze mij niet begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. Gelukkig begrijpt Ruben het wel gewoon inmiddels. Dus ja, nu rijd ik naar Muiden. We zien elkaar op de 11e nieuw nog. Nu ga ik thuis gewoon, ja, ik denk ik deel dit maar. Ik ga nu gewoon thuis keihard janken. Weet je, hij komt vanavond thuis vanuit gaan en ik ben er niet. En hij wordt wakker en ik ben er niet. En ik word wakker en hij is er niet. En dat wordt gewoon heel erg zwaar. Dus ja, dat was het vandaag. Vandaag was echt de dag. Het is echt super. Bedankt voor al jullie steun trouwens en zo en support en begrip en ook naar Ruben toe. Doei jongens. Ruben moest dus uit, want die ging uit, dus die kon niet meer helpen met dit, maar ik wil dat ook niet morgen doen, dus ik doe het gewoon even zelf. Ik moet dus nog 3 van deze grote en achterin nog 3 van iets kleinere. En dit en dit en dit, dit nog allemaal eventjes. Maar het is al 10:15. Ik ben echt helemaal, maar ik ga het wel doen. Want het is natuurlijk enorme waarde ook wat hier staat. Ja. Nou jongens, ik ga voor de allereerste keer ooit. Het is trouwens vet goed dat ik hier een spiegel heb. Want je ziet de hele tijd hoe je eruit ziet. En dat is wel goed om je er rust van te worden. Mijn bedje ziet er lekker uit. Ik ga nu voor het eerst douchen. Sinds ik een douchewand heb. Ik ben dus heel benieuwd. Ik heb wel een boiler, dus ik kan niet lang douchen. Maar ik ben heel benieuwd hoe goed die water tegenhoudt. Ik denk best wel goed. En hoeveel werk het gaat zijn om het droog te maken. Want je moet dus 4 losse delen eigenlijk droog maken. En hoe krap het is, want het is niet heel groot. Maar de badkamer ziet er vet lekker uit nu, dus ik ga nu lekker douchen. Oké, even douche update. Geen idee of jullie het interessant vinden. Qua droogmaken ging het best wel chill. Deze wisser van IKEA is echt heel goed. Kijk, ik moet zeg maar, het is wel smal daarbinnen, maar ik moet zeg maar 1 keer deze doen. En dit is een ander gedeelte dan deze, die en die, dus 4 keer. Maar het is best goed droog geworden. En ook hier, het
Tussen de randjes komt niet echt water, dus dat is fijn. Hier onderdoor komt nauwelijks was, maar op het einde. Ik heb zo trouwens echt volgens mij nog geen 10 minuten kunnen douchen en het was al koud. Dus dat is gewoon echt heel erg jammer hier aan. Plus je moet het met twee dingen draaien. Dus het douchen is gewoon niet heerlijk of zo. Je moet altijd stressen dat het bijna koud wordt. Dus dat vind ik wel echt heel jammer. Ondanks dat ik het nu zo mooi heb gemaakt hier. En hier kwam het echt niet onderdoor. Ik ging testen. Alleen als ik echt de douche zeg maar zo eronderdoor doe, kan het er wel onderdoor. Dus er zit wel een millimetertje of zo waar het onderdoor kan. En op het einde spoelde die niet heel goed meer weg, waardoor er te veel water daar zat. En toen kwam het hier dus een beetje eruit. Maar ik moet het gootje dan misschien even goed ontstoppen of zo. Kijk, hier is er ook wel wat naast. Maar normaal met een douche gedaan was het veel erger. Kijk, hier zit ook een ribbel. Hier. Tot hier loopt zeg maar de bak een kleine verhoging. Dus dat is ook wel fijn. Dus het is hier echt nauwelijks nat, dus dat is wel heel top. Mijn bedje ziet er lekker uit. Ik ga een pyjama aantrekken en dan ga ik lekker slapen. En dan ga ik jullie morgen wel vertellen hoe het voelt toen ik opstond. Hoe het gaat voelen. Het lijkt op de boilerstukjes of zo, want ik weet dat het hier altijd 0 was zodra die koud was. En ik ging voor het douchen kijken, het stond inderdaad op 1. Dat is toch raar, een liter of zo. Is dit een liter? Oh nee, natuurlijk niet. Dat is veel te weinig. Hij staat nu volgens mij op 's nachts 85 graden. En overdag 45 of zo, ik weet niet. En hij warmt nu op, maar ik weet dat ik soms om 5 uur 's nachts wakker werd omdat die boiler ging opwarmen. Dat wil ik liever niet. Maar stel dat ik nu wou douchen en morgenochtend weer, dan kan het dus niet, want dan is het dus koud. Dus dat is wel echt irritant hoor, aan een boiler. Ik ben benieuwd of jullie ook een boiler hebben. Het klinkt misschien allemaal heel verwend, maar ik had niet eens mijn haar kunnen wassen nu, zeg maar. Oké, hey jongens. Ik ben de verhuisvlog voor jullie aan het editen en ik heb even besloten dat dit de laatste verhuisvlog is. Want het loopt allemaal anders zo door elkaar, mijn verhuisvlogs en mijn weekvlogs. In principe is op dit moment mijn huis gewoon af in de verhuisvlog. Er zijn nog een paar kleine dingetjes, maar dat is niet helemaal dat het in een verhuisvlog moet. Dat kan ook gewoon in mijn weekvlogs. Dus in mijn weekvlogs gaan jullie gewoon nog eventjes zien de week, zeg maar, de paar dagen voordat ik wegging. Dus nog met kerst en zo. En daarvan hebben jullie nu dus al gezien dat we afscheid van elkaar hebben genomen. Dat soort dingetjes. Dus dat loopt dan nog een beetje door elkaar heen als jullie de weekvlog te zien krijgen. Maar vanaf daarna gaan jullie dan gewoon het vervolg na deze verhuisvlog zien. Dus de eerste ochtend wakker worden en hoe het daarna allemaal is gegaan. Dus dan is het wat logischer voor jullie. Dan zijn het gewoon de weekvlogs. En dan vond ik het toch wel leuk dat ik een serietje verhuisvlogs heb gehad die echt gingen over het verhuizen. Maar dan is het denk ik wat duidelijker. Jullie hebben er niks over gezegd ofzo. Maar zelf tijdens het editen dacht ik even, waar ben ik nu? Dat heb ik al gehad, maar dan was het in de weekvlog. En daar heb ik dan weer de dingen die niet met verhuizen te maken hebben uitgepikt. En zo, dat vond ik niet zo handig. Dit was de laatste verhuisvlog. Ik ben blij dat ze zo goed bekeken zijn. Ik denk dat de meeste belangrijke vragen ook wel gewoon beantwoord zijn nu door de beelden die jullie hebben gezien. En mocht je nog vragen hebben, stel ze eronder. Dan zal ik er in een weekvlog nog even op terugkomen. Gewoon vragen die belangrijk zijn. Niet alleen maar nieuwsgierigheid, maar die waarvan je vindt dat ik dat jullie echt moet vertellen, zeg maar. Omdat het anders te vaag is. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie je zo snel mogelijk bij een nieuwe weekvlog. Doei!